nog zaterdag en ik ben net wakker. En eigenlijk vrijwel meteen dacht ik, weet je, ik kan graag geen uren blijven liggen. Ik ga gewoon gelijk voor een kopje koffie. Dus die heb ik nu. Ik ga even lekker een kopje koffie drinken. Even lekker op mijn gemakje wakker worden. Even wat YouTube-filmpjes kijken. En dan gaan we dus de dag zo lekker beginnen. Ik ben klaar en het is tijd om dit ook allemaal lekker open te gaan doen. Het ziet er best draaiend uit vandaag. Dus hopelijk gaat het nog wat worden vandaag. Op de planning voor mij staan best niet zo heel veel dingen eigenlijk. Ik heb natuurlijk de toetsweek achter de rug. Vorige week toetsweek gehad. En ja, weet je, dat voelt het echt wel als een verlichting. Er is nu niks met school wat ik moet gaan doen of weet ik het allemaal. Het is voornamelijk gewoon best wel een relaxed dagje vandaag. Dus ja, ik ga mijn raam even een stukje openzetten. Gewoon als ik kan. En dat we even lekker kunnen luchten. Ik ga even mijn tas inpakken. Dat moet ik wel even doen. Verder heb ik gisteren mijn kamer verbouwd. Mijn bureau stond natuurlijk aan die kant, maar ik vind die plek gewoon heel erg irritant. Dus ik heb gekozen om er een andere plek voor te geven. Dus vandaar. Het is best wel gek om nu gewoon een weekend niks te hebben, weet je. De afgelopen weekenden continu zitten leren en weet ik het allemaal gedaan. En dan is het nu gewoon eventjes een chill weekend. Dat is best heel erg gek eigenlijk. Ja, nou gisteren hebben we natuurlijk alles even lopen verbouwen. Gewoon omdat het leuk is en omdat het kan. Ik zat daar gewoon niet lekker met mijn bureau. Ik vond de instelling zoveel leuker dat daar de kast stond en hier mijn bureau. Dus dit heb ik weer gedaan. Ik ben gisteren gelijk even gaan veranderen en dingen gaan opruimen. Dus alles staat hier gewoon netjes. En ik vind het gewoon leuk, want dan kan je ook gewoon die veer zien en zo. En ik vind het allemaal veel en veel leuker. Dus de kast die staat nu daar, die heb ik ook een klein beetje opgeruimd. Alleen die spullen daarboven moet ik nog opruimen. En de spullen die daarboven in mijn kledingkast staan ook. Maar ik wil daar bakken voor gaan aanschaffen binnenkort. Maar ja, in ieder geval ben ik wel tevreden met alles. En ben ik blij hoe het er nu allemaal uitziet. Goed, het is even tijd voor een kopje thee. Het water is aan het lopen, een theezakje. Klein kopje thee. Ik heb niet zo heel erg veel dorst, omdat ik net een grote kop koffie op heb. Foto. Kun je maar vasthouden? Hallo. Ik ben Jeffe. Hallo. Ben je goed? Ja. Goed, Wilbe. Kijk zo. Zeg je hallo. 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 Tim. Kijk. Wat is dat? Kijk. Oh ja, hallo. Hallo, hallo. Zo. Ga jij ze vasthouden? Ja. Hou vast. Ga maar zeggen, waar zijn we? Waar zijn we? Kijk hier. Waar zijn we? Hallo. Zo vast. Waar zijn we? Bij. Opa. Opa. En? Oma. 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 Bij opa en oma. En wat gaan we doen? Ja. En wat gaan we doen dan? Is de tv ook zo mooi? Ja. Oh, wat gaan we nu doen? Eten. Eten. En wat gaat Jesse eten? Broodje. Wil je dat laten zien? Eten. Neem maar mee. Ja. Kom, gaan we het broodje laten zien. Jij gaat dat broodje eten. Broodje eten. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja. Oh, lekker broodje. Lekker hè. Gaan we zo lekker eten. Zeg maar tot straks. Goed, straks. Dag. Dag. Over je hoofd.
Hoofdbos. Ja, lekker blind onder. Goeie. Ja, lopen maar. Ja, lopen maar. Gaat goed? Ja. Gelukkig. Oh, je loopt er zo leuk bij, Jesse. Je moet er daarheen. Ja, we moeten daarheen. Ja, en daarheen, daar. Ja. Ja. Nee. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik ben wakker. Ik heb heerlijk geslapen. Het is 10 uur. Echt, echt erg. Kijk. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben echt nog steeds heel erg moe. Ik ga weer beneden wat eten. Koffie drinken. En dan ga ik lekker douchen. Zondag, dus het mag. Lekker relax vandaag. Feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. Ik ga mijn kamer lekker moppen. Alles natuurlijk verplaatst, dus er is weer een en ander stof aan vrijgekomen. Dus ik ga even gauw mop door mijn kamer halen en nou, even een video editen. Daarna ik moest nog iets doen, maar dat ben ik even kwijt. En daarna ga ik denk ik gewoon lekker mijn gemakje houden. Vanavond ook gewoon vroeg slapen. Ik ben best wel moe. Nog een paar dingen klaarmaken voor school vanmorgen, dus dat gaan we even doen. Maar ik ga wel deze vlog alvast eindigen, want er is niet heel veel boeiends meer vandaag. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En wil je meer van me blijven zien en wil je weten wanneer de video's online komen, klik dan even op het belletje. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En eigenlijk moet ik jullie nog wel even meegeven. De planning voor Vlogmas. Ik eet de decembermaanden. Elke dag komt er een vlog online. Ik ga mijn best doen om dat schema vast te houden. Het wordt behoorlijk lastig, maar ik ga wel echt mijn best doen voor jullie. Elke dag komt er dus een vlog online. Die vlog zal om 7 uur 's avonds online komen. Puur die tijd, omdat het voor mij wat meer speling geeft met editen. Omdat ik natuurlijk ook nog op school zit. Dus ja, ik hoop dat het allemaal leuk geworden. Ik hoop dat het gaat lukken. Dat gaan we allemaal meemaken. En in ieder geval Vlogmas zal dus elke dag vanaf 1 december. Of eigenlijk 2 december. Want de eerste ga ik natuurlijk beginnen met filmen.
zal dat dus zijn voor 24 dagen lang om 7 uur online. Dus ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Intro, alles is al klaar. Ik heb er alleen heel erg veel zin in. Meer kan ik niet zeggen. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar goed, we gaan eerst even lekker hier de ding doen. Het is nog lang geen december. Het is net november geworden. Dus dat komt nog. Maar in ieder geval ook jullie bedankt voor het kijken. Doeg!